Organische meststoffen kunnen een rol spelen wanneer telers duurzaam en milieuvriendelijk willen telen. Maar wat zijn organische meststoffen eigenlijk? Rob ten Oude van Firmofeed gaat me daar vandaag alles over vertellen. Rob, we zijn hier bij Firmofeed. Kan je wat vertellen? Wie zijn jullie? Wat doen jullie hier? Firmofeed is een bedrijf dat al ruim 22 jaar organische meststoffen produceert en exporteert. Deze fabriek hier, waar we nu zijn, die draait hier sinds een jaar of vijf nu. En met eerst altijd op een andere locatie hier geproduceerd. En wat zijn de voordelen van een organische meststof ten opzichte van een kunstmeststof? Nou, het is eigenlijk zo dat een kunstmest, die voedt de plant. Ja. En wij met onze organische meststoffen, wij voeden de bodem. En de bodem, die voedt de plant weer. Oké. Okay. Dus ja, wij bevorderen eigenlijk het bodemleven, het bacteriënleven in de bodem. En daardoor verbetert die bodem, waardoor ook de plant zich beter gaat voelen en beter gaat presteren, zou ik zeggen. En kun je ook zeggen dat een organische meststof de plant gezonder maakt? Ja, hij maakt de plant zeker gezonder. Doordat het bodemleven geactiveerd wordt, krijg je schimmels, bacteriën die gaan leven. Die heeft de plant nodig om gezonder te leven, gezonder te groeien en dus betere producten te produceren. Ja. Wij verhogen niet alleen de opbrengst per hectare, maar ook de voedselkwaliteit van de producten wordt verbeterd. Jullie werken met organische grondstoffen. Ik kan me voorstellen dat daar nog bacteriën in zitten, wat een teler natuurlijk niet in zijn kas wil hebben. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, in het proces hebben wij een stap zitten waar onze grondstoffen een uur lang op boven 70 graden gehouden worden. En daarmee doden wij ziektekiemen en onkruidzaden, als die erin zouden zitten. We worden hier ook wekelijks op gecontroleerd. Door middel van analyses moeten we overleggen dat dat ja, dus ook bacteriën en onkruidzaden vrij is. Organische meststoffen zijn dus niet alleen duurzaam en beter voor het milieu, maar hebben ook een positief effect op het bodemleven. Wil je trouwens ook onze volgende aflevering van bekijken? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.